Ik ben Anna Loistra. Ik ben hier vandaag in de talenpaviljoen MEM om Beeldse les te geven. Ik doe dat in de winter in Sint-Tannen. Dan geef ik les aan Beeldse cursisten. Ik kom van Oudiek, ik ben een echte Bilkert. En het is een prachtige taal en ik zal in die prachtige taal een klein stukje voorlezen. Ik haalde gisteravond de krant uit de brievenbus. Een dikke krant. Dat is vrijdag altijd het geval, dus tot zover maar niks bijzonders. Dat bijzondere begon toen ik in mijn makkelijke stoel zitten ging en de krant opensloeg. Ik schrok me rot, want er ruggelde een bovengebit uit. Gelukkig viel het op mijn broek dat het bleef heel. Het waren alweer een hutsie na Sinterklaas, maar dus dacht ik eerst dat een van de kinderen misschien voor een lol een marsepinengeval tussen de bladen verstopt had. Dat was niet zo. Het was een echt kunstgebit en het leek me ook nog niet veel bruut. Dat is hier niet de plak, zou ik hem pleun. Hoewel hier en daar wel eens wat kieren en gatten in ons biet en kouwwerk vallen, laten wij die dat altijd door de tandarts bijhelpen. Wij kunnen beide ons geraakt naar school met ons eigen spul bereden.